In Brummen vind je Nico Aalering. Hij heeft een gallery met de meest bijzondere klassiekers, youngtimers, sportwagens en motorfietsen. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij niet alleen voor zichzelf, maar deelt hij met ons. Ik laat u vandaag de supercar uit de jaren 70 zien. De supercar. Kijk, je had natuurlijk meer supercars in de 70s. Dat was de M1 BMW, je had de Ferrari 365 BB en de Pantera GTS. Die kwam er het dichtst bij, maar laten we wel wezen. Dit is wel een heel gewaagd projectje. Ik vraag me altijd af, wat voor mensen kochten nou die auto in 77? Het was vast geen oud geld. Het was ook niet iemand die zegt, nou, ik heb mijn sporen verdiend in de business en ik ga nu op mijn 55ste een auto kopen. Ook niet. Dat moet een jonge wilde honden geweest zijn, dat kan niet anders. Want wie kocht er nou zo'n ding, zo'n extravagante auto? Kijk nou tegen eens. Lamborghini had natuurlijk al een mooie stunt en het gaat door de Miura. De Miura was absoluut een overweldigend succes. Het was zo'n mooie auto. Vandaag de dag nog een van de mooiste Italiaanse auto's. En dat is een Ferrari te pesten. En toen moesten we in 77 moesten we iets nieuws komen. En toen hebben ze dit bedacht. Met een dikke 12-cilinder aan boord. Ik zal hem eens laten zien. Dan moet dat natuurlijk wel lukken. Ik denk dat het echt niet leaan is dat je hem helpen moet. Oh, dat gaat. Het is zo'n dag. Enfin, dit is de motor. Er ligt een prachtige 12-cilinder in. Ik vond het wel super gewaagd van Enrico Lamborghini om dit ding op de markt te brengen. En toch hebben ze er redelijk veel van verkocht. Dit is toch een auto die wekt nu nog verbazing. Als je over de weg rijdt, zitten de mensen die draaien zich om achter het fiets. Want denken, wat komt daar nu toch voorbij? Ja, het is super futuristisch voor die tijd. Enorm. Maar als je achteruit wil rijden en inparkeren, heb je toch een probleempje. Want je ziet niks. Helemaal niks. Nul. En wist u dat meneer Pagani, dus met zijn eigen autofabrikant, vroeger aan deze auto gewerkt heeft? Dus hij werkte bij Lamborghini. Uiteindelijk is hij voor zichzelf begonnen. Daar heeft hij het geleerd. En dat kun je zien. Aan zijn auto's kun je zien dat dit eigenlijk de voorloper was. Hij is helemaal van kunststof. Hij weegt nog geen 1400 kilo. Met die dikke motor erin. Of was het 1100 kilo? Ik weet het niet meer. Zullen we er 12,5 van maken? Tussenin. Ja, beste mensen, ik hoef het natuurlijk niet te vertellen. Dat deze 12-cilinder gaat als een Jacco. Mensen staan op de brug te filmen, niet te geloven. Kijk, haat en liefde, zegt men, ligt dicht bij elkaar. Maar dat klopt. Ik heb zoveel reacties gehad vandaag op deze auto. 90% positief. En 10% chagrijnig snuit. Wat moet hij nou met dat ding? Hij vindt het fijn om door mij gekieteld te worden. Ik voel het gewoon. Nou is het ook zo met 12-cilinder Lamborghinis. Geloof het of niet. Als je je 10 minuten stationair laat lopen, dan staan alle bovies vet. Ik heb dat heel vaak meegemaakt. Die dingen die moeten zijn raspaardjes. Je moet ze een beetje op hun donder geven. Ze moeten wel warm zijn, maar ze kunnen het hebben, zeg maar. Wist u dat die kudas is eigenlijk het Engelse woord voor verbazingwekkend. Men vond deze auto verbazingwekkend. Ja, dat is hij ook. Vermoording? Zie, dat bedoel ik. Wat is het dan? Die jonge gastje weet dat dit een Lamborghini is. Nou, zeg het maar. Hoi. Zie, mooi ja. Het is geweldig. Ik heb er nooit zoveel leuke reacties gehad op deze. En nog nooit zoveel vervelende reacties overigens. We hebben het er net over. Onderweg heel verschillende reacties krijgen. Jonge mensen die vinden het allemaal geweldig. Ja, super. Ja, joh. Ik geluid op. Oh, man. Nou, blijf maar even wachten. Dan zal ik direct het geluid even tonen. Er zijn veel snellere auto's, maar het gevoel, het woestige brul, oh, muziek in je oren. Slap die radio er maar uit, dat is helemaal geen zin.